Maar juist hoe meer jij je gaat focussen op hier beneden, des te moeilijker gaat het worden om het te bedekken. Moet ik mijn ballen scheren? Een beetje roleplay kan altijd leuk zijn. En het kan natuurlijk ook gewoon andersom dat jij haar domineert. Houden alle meisjes van choking? Het betekent alleen maar dat je gewoon super gezond bent en dat alles hier beneden werkt. Geloof me, meisjes kunnen een heel stuk freakier zijn dan jongens. Hoi hoi, Lise hier en wat leuk dat je deze video hebt aangeklikt. In de video van vandaag leek het mij eens leuk om beschamende vragen van jongens te gaan beantwoorden. Ik beantwoord natuurlijk eigenlijk altijd vragen van meiden, omdat ik zelf ook een meisje ben en daar dus makkelijk over kan praten. Maar ik kreeg de laatste tijd best wel vaak de vraag van Lise, waarom worden jongens eigenlijk een beetje achtergesteld? Kunnen wij ook vragen insturen? En in deze video mag dat dus. Ik denk dat deze video goed is om te bekijken als jongen, omdat je zo dus kan zien waar andere jongens mee lopen. En zo zul je waarschijnlijk ook merken dat al jouw vragen helemaal geen rare vragen zijn. Maar natuurlijk is deze video ook leuk om als meisje te bekijken, zodat je kan weten waar jongens allemaal mee lopen. Voor we beginnen wil ik jou natuurlijk nog eventjes vragen om mij te volgen op Instagram. Mijn Instagram is Lise van Wijk. Dan gaan wij nu beginnen met de allereerste vraag van jongens. Een beetje lullig, maar die bestaat niet. Er zijn niet een aantal magische woorden die je moet zeggen zodat elk meisje meteen ja zegt. Een meisje vindt je leuk of niet, ze heeft zin om wat met jou te doen of niet. Er is niet echt een in-between. Als ze ja zegt, good for you. Als ze nee zegt, helaas. Helaas hebben we niet een soort toverdrankje waardoor iemand verliefd op ons zou worden, want dan zou het allemaal een heel stuk makkelijker gaan. Wat wel een hele fijne gedachte is, is what's meant to be, will be. En dat houdt dus in dat wanneer jullie echt voor elkaar bestemd zijn, dat dit ook daadwerkelijk zal gebeuren. Het is natuurlijk maar net of je hierin gelooft, maar ik vond het zelf altijd een hele fijne gedachte wanneer ik weer eens afgewezen werd door iemand. De volgende vraag vind ik een hele bijzondere vraag. Ik vind het echt een hele lieve vraag en ik vind het ook heel bijzonder om te bedenken dat er echt zulke jongens zijn. Als je mijn video namelijk hebt gezien over het naroepen en het intimideren van meisjes, dan weet je dat het onderwerp best wel gevoelig ligt bij mij. Dus ik vond deze DM echt heel erg fijn. Dus, hoe doe je dit? Al zou ik eventjes vanuit mijn eigen ervaring en vanuit mijn eigen mening spreken, zou ik zeggen, hou zoveel mogelijk afstand en zorg dat ze echt niks door heeft. Het wordt namelijk super eng wanneer jij haar inderdaad gewoon probeert te beschermen en gewoon veilig achter haar probeert te lopen. Maar zodra ze dit door heeft, gaan er allemaal alarmbellen af en zal ze zich allesbehalve veilig voelen. Het beste is gewoon dat ze niet weet dat jij er bent, tot ze een huis binnenstapt. Je hoeft dus ook niet naar haar toe te gaan van, hey, luister, mag ik je beschermen? Want eerlijk gezegd, het is heel erg jammer, maar dit vinden meisjes gewoon best wel creepy. Omdat we gewoon best vaak situaties hebben meegemaakt of verhalen hebben gehoord waarin dit gewoon het compleet tegenovergestelde was. Dus ik zou het ook niet tegen haar zeggen. Je hoeft niet met de eer te gaan strijken. Zorg gewoon dat je zoveel mogelijk afstand houdt en zorg dat ze jou echt niet ziet. En zodra ze veilig een huis binnenstapt, heb jij je goede karma. Je partner vragen van, hey, vind jij het fijner als alles hier beneden kaal is of vind je dat er wel een beetje haar mag zitten? Let me know. Communicatie is namelijk echt ontzettend belangrijk. Maar het is niet zo dat wanneer jouw partner zegt, ik vind dat alles kaal moet zijn, dat jij het altijd helemaal kaal moet houden. Het is en blijft jouw lichaam, dus jij mag ermee bepalen wat je doet. Natuurlijk is het wel belangrijk om de mening van de ander te weten, maar het is niet zo dat jij je hele lichaam aan moet gaan passen om wat jouw partner vindt. Dus, waar jij je fijn bij voelt, dat moet je houden. Wil jij dat je ballen kaal zijn, dan maak je ze kaal. Wil je dat er wat haar op zit, dan laat je dat toch lekker zitten. Het antwoord hierop is denk ik nee. Ik kan niet zomaar gaan zeggen dat elk meisje into choking is. En de enige manier hoe je hierachter kunt komen is door dit te vragen. Het is namelijk best wel raar wanneer je dit tijdens de seks zomaar bij iemand doet. Stel ze heeft dit nog nooit meegemaakt of ze is hier helemaal niet zo into. Dat kan natuurlijk best wel beangstigend zijn. Dus dat raad ik ten zeerste af. Wat ik dus wel heel erg aanraad is door het gewoon een beetje te vragen. Heb het er een keertje over en vaak voel je het ook wel aan. Geloof me, meisjes kunnen een heel stuk freakier zijn dan jongens. Eerlijk gezegd,
gezegd lijkt me dit wel echt een van de grootste struggles van een jongen zijn. Dit kan namelijk al gebeuren bij het kleinste dingetje. En dit hoeft niet eens iets seksueels te zijn. Dit lijkt me echt best wel ongemakkelijk. En dat zeg ik als meisje. Allereerst moet je wel eventjes weten dat spontane erecties helemaal niks raars zijn. En het is ook absoluut niet iets om voor je te schamen. Spontane erecties komen namelijk door alle hormonen in je lichaam. En omdat je dus best wel jong bent, zijn er gewoon heel veel hormonen in je lichaam. Ook is het fijn om te weten dat naarmate je ouder wordt, deze hormonen dus wat afnemen en je ook niet meer zo snel een spontane erectie zou krijgen. De penis bestaat nou eenmaal uit een sponsachtig weefsel wat zich bij opwinding dus gewoon vult met bloed en dus hard en stijf wordt. Het feit dat jij dus een erectie krijgt hoeft helemaal niks slechts te betekenen. Ook al denk je er waarschijnlijk wel zo over, het betekent alleen maar dat je gewoon super gezond bent en dat alles hier beneden werkt. Om het antwoord daarbij te stoppen zou natuurlijk een beetje te gemakkelijk zijn. Dus ik ga ook een aantal tips geven van dingen die je er tegen kunt doen. Een van de dingen die je er namelijk tegen kunt doen is je er geen zorgen over maken. En dit klinkt misschien super stom, maar juist hoe meer jij je gaat focussen op hier beneden, des te moeilijker gaat het worden om het te bedekken. Het beste wat je kunt doen is gewoon denken aan onderwerpen die je echt totaal niet prettig vindt. Kijk bijvoorbeeld naar een heel onaantrekkelijk persoon of de stoeptegels of whatever, maar ga hier niet op letten. Zorg dat het gewoon rustig is in je hoofd. Als je hier nou vaak last van hebt, dan kun je wat langere shirts gaan dragen, zodat alles er eigenlijk mooi voor valt. Ook is het belangrijk om onderbroeken te dragen met echt best wel veel elastiek, zodat ze gewoon best wel strak tegen je buik aan zitten. Een andere tip is om direct iets kouds te drinken, zo neemt de zwelling namelijk af. Ook is het goed om te weten dat wanneer je met je benen over elkaar zit, dat het allemaal nog zichtbaarder is. Dus zorg dat je er gewoon iets op kan leggen. Denk bijvoorbeeld aan een laptoptas of een boek of een jas. Nee hoor, dit is absoluut niet raar. Er zijn heel veel stellen die dit doen en dit komt dus ook gewoon heel veel voor. Natuurlijk is het wel weer gewoon belangrijk dat je dit eventjes vraagt en voorstelt en gewoon kijkt hoe hij of zij hierin staat. Een beetje roleplay kan altijd leuk zijn en het kan natuurlijk ook gewoon andersom dat jij haar domineert. Ik kan deze vraag helaas niet beantwoorden voor alle meiden, want er is niet één bepaald ding wat elk meisje leuk vindt. Het ene meisje vindt het fijn om gevingerd te worden, de ander vindt het niet fijn om gevingerd te worden, de ene vindt het wel fijn om gebeft te worden, de andere niet. Zo heeft elk meisje haar eigen voorkeur. De enige reden hoe jij erachter kan komen wat iemand fijn vindt, is door het te vragen. Praat erover, vraag ernaar, dat is de enige manier om erachter te komen wat iemand fijn vindt. En zo kun je je seks ook daadwerkelijk verbeteren. Nee hoor, dit hoeft niet. Ik kan me voorstellen waar deze gedachte vandaan komt, maar dit is absoluut niet nodig. Aan de ene kant kan het natuurlijk heel erg fijn zijn dat je allebei maag bent, omdat je eigenlijk allebei nog geen idee hebt wat je gaat doen. En zo is er dus ook geen druk. Maar aan de andere kant kan het ook weer fijn zijn wanneer een van jullie wel ervaring heeft. Zo kan diegene jou namelijk een beetje op je gemak stellen en een aantal dingetjes leren. En dit kan ook al een heel fijn gevoel geven. Maar goed, het is dus absoluut geen must dat jullie allebei maag moeten zijn. Once again, ook deze vraag kan ik niet voor alle meiden beantwoorden. Elk meisje heeft behoefte aan iets anders en de beste manier hoe je hierachter kunt komen is door het haar te vragen. Het allerbelangrijkste is gewoon dat zij weet dat jij er voor haar bent. En of dat nou... Oké, hier zijn de contactgegevens van Binte van... Oh! Bitch, you scared me! Oké, wat ik dus wilde zeggen is of je haar hand beethoudt of een warme kruik neerlegt, het maakt niet uit als ze maar het idee heeft dat jij er echt voor haar bent. Maar goed, om vanuit mijn eigen ervaring toch een aantal tips te geven over wat je kan doen om je vriendin blij te maken wanneer ze ongesteld is, hier komen ze. Geef haar een warme kruik en ga lekker dicht tegen haar aan liggen. Dit is gewoon een heel fijn warm gevoel en dit zal de pijn verminderen. Mocht ze een beetje moody zijn, weet dan dat ze hier niet zo heel veel aan kan doen en weet ook dat het over een paar dagen allemaal weer back to normal is. Nu je dat weet kun je een beetje anders naar haar kijken en kun je dus ook niet echt boos worden en kun je er eigenlijk alleen maar voor zorgen dat zij zich zo snel mogelijk zo goed voelt. Een hele goede tip is gewoon een beetje chocola. In chocola zit namelijk een stofje waardoor je hersenen worden geprikkeld en je dus gewoon letterlijk iets vrolijk wordt. Dit is dus niet alleen voor je vriendin fijn, maar ook voor jou fijn. Verder kun je gewoon in bed gaan liggen en samen lekker een jankfilm kijken. En misschien kun je iets voor haar koken of maken. Zorg dat ze gewoon een beetje afleiding heeft. En zoals ik al zei, zorg dat ze weet dat jij er voor haar bent. Niet alleen in de goede tijden, maar ook in de slechte tijden. Nee hoor, dit is
ook helemaal niet gek. Zo'n 70% van de mannen kijkt namelijk porno. En of dit nou vaak is of niet vaak, dat maakt over het algemeen niet zo heel veel uit. Natuurlijk zijn er wel een aantal situaties waarop je dit niet moet doen, maar ik denk dat je zelf ook kan invullen waar je het wel en niet kan doen. Het belangrijkste is denk ik dat je erover praat. Praat over masturbatie, praat over seks. Nou weet ik dat jongens daar al een heel stuk minder moeite mee hebben dan meisjes. Maar toch, de jongens er best vaak een beetje lacherig over. Terwijl het kan best een serieus onderwerp zijn. En je kan ook best heel veel leren van je vrienden door erover te praten. Dus ik moedig dit eigenlijk altijd aan bij meiden en bij jongens. Alright, jongens en meiden, dat was het dan alweer. Ik vond het heel leuk om deze vragen ook eens een keertje te beantwoorden en om dit allemaal uit te zoeken. Omdat jongens natuurlijk ook gewoon met een hele hoop vragen lopen. Iedereen die hormonen heeft, heeft vragen. En dat is gewoon heel normaal. Ik sta natuurlijk heel erg voor openheid en communicatie. En ik denk dat dat ook wel een van de belangrijkste dingen is als je deze video een beetje samenvat. De enige manier hoe jij erachter gaat komen wat een meisje of je partner fijn vindt, is door erover te praten, door het te vragen. Je kunt er namelijk niet van uitgaan dat jij weet wat iemand fijn vindt. Dat wil ik gewoon eventjes meegeven. Dit geldt voor jongens, voor meisjes. Praten is gewoon ontzettend belangrijk. Hoe ongemakkelijk deze onderwerpen ook zijn. Als ik het kan tegenover 100.000 mensen, dan kan jij het ook tegenover 1 persoon. Alright, dat was het dan weer voor vandaag. Vond je deze video leuk? Vergeet dan natuurlijk niet een blauw duimpje omhoog te doen. Nog eventjes te abonneren als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik jou weer bij een volgende video. Doei!